wereld zat, hè. Er zijn nog 4 tenten over in de hele competitie. Op 5 juni staan er maar 2 in de finale. En dan gaat er maar 1 naar huis met 25.000 euro. En de laatste overgebleven kandidaten zijn Richard en Esther. Met hun restaurant De Lindhorst in Havelte strijden ook zij voor een plek in de finale. Ja, zeker. Absoluut. Ik denk dat de strijd wel echt losgebarsten is. En dat we nou echt, dat doen we natuurlijk, maar niet 200, maar nog 300% moeten knallen. We staan hier naast Richard, eigenaar van De Lindhorst. Richard, waarom schrijven we je in voor een programma op tv? Nou ja, eerst de naam van het programma natuurlijk, Harry. Harry XXL. En ik ben nu 30 jaar hier in de zaak. En ik kon zeker dit jaar, gezien de situatie waar we in verkeren, als gevolg van een aaneenstapeling van wat pech en natuurlijk de crisis waar we nu in zitten, echt wel wat Harry gebruiken. We hebben, zoals je kunt zien, de zalen goed voor elkaar, de keukens voor elkaar. En dit was ook nog een mogelijkheid om, als je mee mag doen, een grote metamorfose voor te realiseren. En dan moet je natuurlijk wel een beetje geluk hebben dat je bij de laatste bedrijven hoort die dan die metamorfose mogen doen. Maar dat geluk is gelukkig aan onze kans geweest. En die hebben we met beide handen aangepakt. Je zegt 30 jaar in de zaak, dan is er ook veel veranderd. Ja, natuurlijk. Kijk maar, luister, in die 30 jaar maak je van alles mee. Dat is van een jonge vent tot een jonge man en trouwen en kinderen en met vader en moeder erin en mensen die dierbaren die bij je wegvallen. Mijn vader is vrij plotseling overleden. Mijn oom die altijd bij me aan de zaak zat, die heeft plotseling een hersenbloeding gekregen. Ja, en je team die je moet verdelen, we hebben nog een pand in Havelte, een knooppunt erbij. Dus dat ga je eerst verdelen met elkaar. Nou, op dat moment is onze Dick heeft een hersenbloeding gehad. Het was ook een hele zware periode, ook voor Lambert die daar in de zaak zit. Ja, en dan krijg je allerlei dingen nog er allemaal bij. En dan heb je Harry nodig. En dan is zo'n programma een machtig medium. Je merkt nu hoe machtig tv is. Er zijn, naar zo'n programma kijken meer dan 1 miljoen mensen. En dan heel mooi. Ik heb sowieso een beetje de indruk dat jij wel meedoet met social media. Klopt dat? Ja, we zijn wat dat betreft op het social media gebied zijn we heel druk bezig. Wij proberen erin de mensen die ons volgen als eerste te informeren wat we doen. En jij gaat via Twitter? Of je gaat... Ja, Twitter en Facebook zijn de hoofdbestanden. Ook wel LinkedIn, daar staan we ook al op. Wij doen dit om... bijvoorbeeld de actie die we nu gehad hebben met Moederdag. Dan maken we een special. En dan zie je dat toch heel veel mensen daar gelijk op reageren. Het is een leuke special. Mensen kunnen om 11:30 bij ons binnenkomen. We hebben daarin een leuk arrangement voor iedereen die hier zo bij ons komt. Uiteraard speciaal voor de moeders ook iets extra's bedacht. Voor de kinderen hebben we hier in deze zaal waar we nu staan een pannenkoekenfestival. Waar ze lekker kunnen spelen. Er is een podium bij met allemaal speeltoestellen en speelgedoe. Dus iedereen kan hier dan vanaf 11:30 tot 14:30 zich prima vermaken. Nou, van onze kant in ieder geval veel succes en hopen tot de volgende ronde. Nee, dankjewel voor je interview. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Tot ziens.